Beste chefs, voor de komende periode, april, mei, juni, wat gaan wij jullie weer duurzaam aanbieden? Natuurlijk, we beginnen met de alom hele bekende Hollandse nieuwe haringen. Zou die weer nog verder zijn dan vorig jaar, nog beter? We zullen het meemaken. Dan natuurlijk, het hele jaar door verkrijgbaar, de kabeljauw. Hij wordt in verschillende periodes van het jaar in verschillende gedeeltes gevangen. Dus altijd een duurzame kabeljauw. En natuurlijk, in deze periode gaat ook de yellowfin-tonijn, die gaat zich voortplanten. En wat is er dan mooier om met de albacore-tonijn vanuit Tahiti, een duurzame lijngevangen tonijn, om die als vervanger te gaan gebruiken. Opvallend is dat is in deze periode zien we dat ook de ongewervelde dieren naar boven komen. Waaronder de octopus, of wat dacht u van de pijlstaart inktvis. En je ziet het natuurlijk niet liggen, maar dat is natuurlijk de sepia. Ik heb hier een kinkrab, maar de kinkrab die is niet in seizoen. Het is de spinkrab. De spinkrab heeft hele dunne poten. Deze heeft hele dikke, maar de spinkrab heeft hele dunne. Ook die is in het seizoen. Vervolgens natuurlijk ook weer de bruine Noordzeekrab. Wauw! En misschien wel het hoogtepunt in het seizoen, de Oosterscheldekreeft. Dit exemplaar wat ik hier heb is een Europese. De Oosterscheldekreeft die laat zich met name kenmerken door een hele donkerblauwe zwarte kleur. Hè? En de goede visser die haalt de vrouwtjes niet naar boven. Sterker nog, dat is hij verplicht. Dus dat gaat wel goed komen, dit seizoen weer. En natuurlijk, we gaan de zomerperiode weer tegemoet. Dus we kunnen nog 3 maanden, april, mei, juni, kunnen we gebruik maken van alle schaal- en schelpdieren. Waaronder de vongelenvaretsie. Wel, beste zes, nou we zien het wel hè. Voor de komende 3 maanden genoeg in het assortiment. Enorm veel kookplezier toegewenst met dit prachtige assortiment. Succes!